Oké, okay, en nu moet je wel eventjes voor de thumbnail. Godver! June, dit was niet geen leuke thumbnail. Beste mensen, als jullie mij op Instagram volgen, wisten jullie dit natuurlijk al lang. Dus als je me nog niet volgt, volg me dan eventjes. Het staat hier ergens in beeld. En zoals jullie kunnen zien aan de titel, ga ik vandaag een nieuw gezinslid introduceren. En hallo, dit is June. Juna is hier ongeveer 2 weken en het is nu al een kleine terror. Ze heeft trouwens ook een eigen Instagram account, Juna Butt. Ik heb in het verleden al eens een video gemaakt over de realiteit van het hebben van een hond. En vandaag heb ik een video over de realiteit van het hebben van een puppy. En geloof me, puppies kunnen best wel vervelend zijn. Hallo? Je gaat toch niet pissen hier, hè? Het is niet een echte sketch, omdat ik met deze hond nog geen sketches kan maken, omdat deze hond gewoon niet luistert. Maar de realiteit van het hebben van een puppy begint al bij het stront eten. Ja, mijn vorige hond die deed het al, en deze dus ook. Ze eten hun eigen stront op. Veel honden doen dat, en ik heb geen idee waarom, maar dit is gewoon hun ding. Misschien vinden ze het gewoon lekker, of ze hebben honger, I don't know. Kan je het zien? Nee. Rustig aan. Rustig. Omdat deze hond nog jong is, moet deze hond nog alles ontdekken, een soort van. Dus ik ben erachter gekomen dat deze hond een agressie heeft voor toiletpapier. Juna heeft ook echt 24/7 lang honger. Alles wat ze ziet op straat, bladeren, poep, pis, weet ik van wat, ze eet het op. Het hebben van een puppy betekent ook dat ze aan alles moet wennen. Dat betekent dat ze ook nog moet wennen aan alleen zijn. Want hiervoor lag ze alleen maar in een nest, was ze samen met haar broertjes en zusjes en haar moeder. Maar nu is ze gewoon alleen en nu moet ze eigenlijk een soort van wennen dat ze hier alleen is. Daarom word ik bijna elke ochtend wakker met deze herrie. Deze hond is nog niet zindelijk, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat betekent dus dat ze overal poept en plast. Een puppy is nog... What up? Kom. Kom dan. Kom dan. Kom. Kom, June. Oké, okay, een andere irritatie is dat ze niet naar de naam luistert. Nog niet tenminste, want June, je gaat wel luisteren naar die naam! Hé, toch? Ga maar slapen. Het hebben van een hond is ook net als het hebben van een baby. Ze huilt, pist, jankt overal en het boeit haar niet als wij het maar opruimen. En het voordeel is wel dat ze nog wel die puppygeur heeft, dus ze ruikt echt super lekker. Lekker hoor, heel lekker van jou. Jij ruikt heel lekker. Ik schrok! Ik schrok! Eeuw! Niet aan die camera, niet aan die camera. Ga jij het betalen als het kapot is? Nee toch? Als je deze hond 1 keer alleen laat buiten hier op straat, in de stad. Elk geluidje dat ze hoort. Ren ze voor weg. Juna! Oh, god. Juna! Je bent vervelend, man. Je luistert niet. Kom, ga naar binnen. Hé? Hé? Oké, klaar. Het ligt er natuurlijk ook een beetje aan waar je hond vandaan haalt. Maar deze hond komt volgens mij van een boerderij van het platteland. Deze hond is dus geen enkel geluidje gewend. Als ze een andere hond hoort, springt ze weg. En je kan haar niet meer pakken, geloof me. Zit. Boom. Kijk, als je eten krijgt, dan luister je wel, hè? Oh. Gaat het? Moet je even komen hier? Je mond stinkt. Dus ja, hier ben mijn nieuwe gezinslid Juna. Niet aan de camera. Ik heb het al 3 keer gezegd, hè. Niet aan de camera. Ik heb het echt al 3 keer gezegd. Auw. Vervelend. Dus ja, hier bij mijn nieuwe gezinslid Juna voor de 3e keer dat ik dit zeg. Vergeet haar en mij natuurlijk niet te volgen op Instagram. En zie ik jullie hopelijk weer in de volgende video. Doei!
Doei.